En zo zijn we dan in die finale fase, in die laatste rechte lijn. Maar 600 meter hier op Duinera kan nog van alles gebeuren. Die laatste rechte lijn is lang, letterlijk en figuurlijk. We zijn met Golden Avenue aan de kop in de laatste 400 meter aanbeland. En Golden Avenue die heeft zich comfortabel genesteld. Heeft nu zelfs een tweetal lengte voorsprong genomen. Op de tweede plaats Monaco Royal Event aan de binnenkant. Discovery Swiss lijkt het beste gegeven te hebben. Verder weg in het veld dan Tja-Tja-Tja, Koos Wagerman, Eva Halling en Cruise Control. We zijn in de laatste meters, maar Golden Avenue op zijn grasbaan, op zijn duinlicht, gaat wederom een overwinning turven met Dennis Minema. Golden Avenue, Monaco Royal Event, maakt het in 1-2 voor de stal. Tja-Tja-Tja is derde en vierde, good old Koos Wagerman. En dan komen ze aan, dames en heren, de laatste winnaars van deze Westlanddag. We verwelkomen Boutkan en Partners en Ballering Oliehandel, de vertegenwoordiging daarvan, bij de huldiging. En Golden Avenue is de winnaar, een vijfjarige bruinruin Alien Donon uit Volpix Himia. Gefokt door in het bezit van Dennis Minema. Het paard wordt getraind door Dennis en Bas. En Dennis Minema is de piekeur van dienst en hij gaf het pan klaar aan in het interview. Ik win en tweede wordt Monaco Royal Event en anders niet en zo geschieden. Oftewel, we gaan met de laatste ereprijzen naar Dennis Minema. Hij gaat nog één keer met hem koersen en daarna is ook voor Golden Avenue het seizoen voorbij. Ja, Dennis, van harte, het enige is, je komt slecht weg met twee, hè? Ja, die start, dat lijkt nergens op, maar dat maakt niet zoveel uit. Kijk, uiteindelijk, ze geven me toch wel de kop af, dus ik denk van doorrijden en dan. Nou ja, dan gebeurt dit. Nou ja, en hij maakt het makkelijk af. De laatste keren moest je er nog wel eens aan rijden, de laatste meters. Ik had nu het idee, het kon nog wel wat verder zijn ook. Ja, ik heb de proppen niet gedrokken. Hij vindt het eigenlijk heel gemakkelijk. Goed, we gaan richting de delegatie van Boutkan en Partners Ballering Oliehandel. Zij staan met ereprijzen, maar Dennis' ouders zijn er ook. Dus ik zou zeggen, jongens, neem ze mee. En daarna aandacht en applaus voor deze imposante winnaar die er weer een fantastisch seizoen op heeft zitten. Het paard was te komen, maar werd niet afgenomen. Punt in de handen voor Golden Avenue, Dennis Minema. Koers over het gras vandaag, voor wat betreft de draverijen. Paarden draaien in. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de laatste draverij van deze namiddag. En het is na de start Tja-Tja-Tja die de dans leidt. Heeft een halve lengte voorsprong genomen. Maar Van der Mespel piloteert Discovery Swiss al in het tweede spoor naar het front. En neemt op zijn beurt de leiding over. Discovery Swiss heeft de leiding genomen. Naar de tweede plaats gaat Golden Avenue. Want Golden Avenue die dicteert graag van kop af. En gaat dat nu ook proberen. Golden Avenue gaat de leiding trachten over te nemen bij het indraaien van de bocht. Lukt dat ook. En op de tweede plaats ligt daarachter Discovery Swiss. Paarden zijn zo dadelijk in het hart van de Klingendaalbocht. En dan zien we Golden Avenue met een lengtevoorsprong op Discovery Swiss. Tja-Tja-Tja ligt in derde positie. Daarachter op de vierde plaats dan Monaco Royal Event. En die wordt gevolgd door Texan de La Vallée met Eva Halling. En daarachter is het dan Koos Wagerman, Cruise Control en VIP Speed. Zo zijn we over het zandpad gekomen. Zijn we 1300 meter van huis in de laatste koers van deze schitterende Westlanddag. Waarvoor nog een keer dank aan de sponsoren en initiators. Paarden zijn halverwege de overzijde, nu zelfs al aan het laantje van Jochems. En Golden Avenue dicteert van kop af, heeft een lengte voorsprong. Op de tweede plaats Discovery Swiss, dan Monaco Royal Event en Tja-Tja-Tja. Eva Halling, Texan de La Vallée, Koos Wagerman, Cruise Control en VIP Speed is nog altijd Taylor en Charlie. De paarden gaan de laatste bocht in. Met nog altijd aan de kop Golden Avenue. Golden Avenue een lengte voorsprong. Discovery Swiss op de tweede plaats. En daarachter Monaco Royal Event aan de buitenzijde van Tja-Tja-Tja. Verder weg in het veld dan Eva Halling met Texan de La Vallée en Koos Wagerman. Daarachter volgt dan VIP Speed. Laatste van het peloton is op dit ogenblik Cruise Control. En de paarden komen de laatste bocht uit en trekken richting laatste rechte lijn. Hebben dan nog 600 meter te gaan in het sluitstuk. En zo zijn we dan in die finale fase, in die laatste rechte lijn. Maar 600 meter hier op Duinera kan nog van alles gebeuren. Die laatste
rechte lijn is lang, letterlijk en figuurlijk. We zijn met Golden Avenue aan de kop in de laatste 400 meter aanbeland. En Golden Avenue die heeft zich comfortabel genesteld. Heeft nu zelfs een tweetal lengte voorsprong genomen. Op de tweede plaats Monaco Royal Event aan de binnenkant. Discovery Swiss lijkt het beste gegeven te hebben. Verder weg in het veld dan Tja-Tja-Tja, Koos Wagerman, Eva Halling en Cruise Control. We zijn in de laatste meters, maar Golden Avenue op zijn grasbaan, op zijn duinlicht, gaat wederom een overwinning turven met Dennis Minema. Golden Avenue, Monaco Royal Event maakt het in 1-2 voor de stal. Tja-Tja-Tja is derde en vierde, good old Koos Wagerman.